Ja, de minister die zegt van ja, maar mensen realiseren zich niet van hoe groot het probleem is. Nou, eerder werd altijd maar gedacht en aangenomen dat varkens en de pluimveehouderij, dat de grote boosdoeners waren. Maar in het stikstofverhaal is het maar een heel klein percentage. Dat heb ik net ook aangegeven in mijn inbreng. Dat het uiteindelijk bleek het de ammoniakuitstoot veelal bij de rundveehouderij te zitten. De varkenshouderij heeft al 82% ammoniak gereduceerd. Dus ja, weet je, ook weer die doemverhalen van ja, hoe groot het probleem is. En dan in Gelderland gaat het om 1800 piekbelasters, hè, die dan uitgekocht zouden moeten worden. Dan moeten we ons eraan realiseren wat een enorme kaalslag dat gaat betekenen daar op het platteland. En dan heb je het met name over pluimvee- en varkensbedrijven op de Veluwe. En de winst die je daarmee behaalt, de stikstofwinst, die is maar heel marginaal. Ja. Sterker nog, de varkens- en pluimveehouderij, die zitten van alle sectoren dingen uit met het onvrijwillige, of met het vrijwillige uitkoop, de LBV-regeling, afroming van dierrechten. Dus er gaat al heel veel, weg. Dus ik snap niet waar de minister het vandaan had van ja, hoe groot het probleem is en dit moeten we allemaal doen. Minister. Maar heeft de minister ook de gevolgen in het oog voor wat dit voor dorpen en steden in Gelderland gaat betekenen? Terwijl het effect dus maar heel erg klein is van varkens- en pluimveebedrijven. Ja, voorzitter, er zijn 1800 piekbelasters die kunnen deelnemen. Het hoeft niet, het is vrijwillig. Het kan. Het is de keuze van de ondernemer. Dat blijf ik benadrukken. De grootte van het probleem bedoel ik als je kijkt naar het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De doelen die we moeten halen voor de kaderrichtlijn water in 2027. De natuurdoelen, stikstof- en klimaatdoelen. Dat bij elkaar vraagt een enorme transitie. En ik heb soms het idee dat we meer moeten beseffen hoe groot die transitie is. Wat we vragen van de agrarische sector, dat is gewoon ontzettend veel. Mevrouw van der Plas. Ja, zo bedoelde ik dat. Ja, nou, volgens mij draait het de minister gewoon een beetje eromheen. Want het is de minister ook wel bekend dat het effect gewoon heel erg klein is. De minister heeft zelf ook aangegeven op eerdere schriftelijke vraag van ons, een aantal maanden geleden, over klimaatmaatregelen. Welke effecten dat dan zou hebben uiteindelijk. Het was gewoon het letterlijke antwoord, dat weten we niet. We gaan het doen, maar we weten het niet. Hier heel veel bedrijven weghalen, hebben we het hier ook al heel vaak over gehad. De wereldbevolking die begroeit wel naar 10 miljard hè, in 2050. Die moeten allemaal eten, die mensen. En alles wat wij hier weghalen van onze boeren die het al zo duurzaam doen, die al zoveel maatregelen op zich af hebben gekregen en die nog steeds worden bestempeld als vervuilers. Dat wordt hier vandaag ook weer gezegd in de Kamer. We moeten af van die vervuiling. Die mensen maken voedsel, een van onze drie eerste levensbehoeften. En dat doen ze op een duurzame, efficiënte, betaalbare manier. En als dat hier weggaat, dan ruilen we dat ergens anders in de wereld in. En dan mag de minister mij vertellen, wat gaat dat wereldwijd opleveren aan klimaatwinst? Als er 10 miljard mensen bijkomen die ook allemaal moeten eten en in China de milieuregels worden afgeschaft voor de varkenshouderij, omdat ze daar volle bak aan het produceren zijn met 20, 30 meter hoge varkensflats, die we hier in Nederland niet eens hebben. De minister. Ja, voorzitter, we gaan geen boeren weghalen. Dat gaan we niet doen. Tot slot, mevrouw Van der Plas. Ja, sorry. Ja. Sorry. Dat slaat echt gewoon helemaal nergens op. We gaan geen boeren weghalen. Boeren zijn piekbelasters. Die voelen zich misschien zelfs al gedwongen om zich uit te laten kopen. Dieren die je weghaalt, dat haal je ook een inkomen mee weg. En alle maatregelen gaat er gewoon voor zorgen dat boeren wel weggaan. Hoe wil de minister dan, zegt de minister dan van oh nee, maar er mogen evenveel boeren blijven, maar allemaal kleinschaliger en allemaal met leuke ecodiensten en een akkerrandje hier en een akkerrandje daar. Terwijl om ons heen landen gewoon volle bak aan het produceren zijn voor een hele goedkope kostprijs. Dat is toch, daar kunnen onze boeren toch niet tegen op concurreren. We hebben het vandaag gehad over dat gelijke speelveld. Wat bedoelt de minister nou met van we gaan geen boeren weghalen? We gaan hartstikke veel boeren stoppen. Wij komen op een punt dat er een kritische massa boeren kwijtraken en daarmee heel veel werkgelegenheid. De CNV heeft in de Telegraaf vorige week zaterdag een uitstekend stuk geplaatst die ook zegt dat ze zich heel erg veel zorgen maken daarover. Dat gaat gewoon gebeuren. De minister. Ja, voorzitter, boeren weghalen suggereert dat ik boeren kom weghalen. En dat is niet zo. Het is een vrijwillige aanpak. Wij verwachten, er zijn veel, ja, daar kunnen we om lachen, maar ik kom geen boeren weghalen. Ik spreek heel veel ondernemers
die richting een bepaalde leeftijd gaan en zeggen, ik heb geen opvolging, misschien is dit wel het moment om inderdaad vrijwillig te stoppen. Dat is echt wat anders dan weghalen. En die vrijwilligheid, die vind ik gewoon cruciaal en die zit in deze aanpak. En daarom reageer ik op het woord weghalen. Als ik kijk naar andere landen, en dan ben ik het echt met mevrouw van der Plas eens. We moeten zicht hebben op dat verdienmodel. Wil je echt die keuzes kunnen maken? En daarom is het zo ongelooflijk jammer dat landbouwakkoord geklapt is. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat we als kabinet met dat antwoord komen in september. Dank u wel. Dat is helder. Echt cruciaal. Maar ook andere landen, ja, tot slot, lopen ook echt aan tegen problemen. Of het nou Duitsland is, of het nou... Vorige maand in Spanje. Daar komen ze ook met een stikstofstrategie vanwege hun waterkwaliteit. Duitsland idem dito, daar zijn ze nu op rijksniveau bezig, omdat ze gewoon niet kunnen voldoen aan de wettelijke eisen rondom die kaderrichtlijn water in 2027. Dus verduurzaming van de landbouw is niet iets typisch Nederlands als het gaat om nog verdere verduurzaming, want mevrouw van der Plas heeft gelijk, er is al heel veel gebeurd. Ja, maar dank u wel. Ook de agrarische sector zal nog verder moeten verduurzamen. Tot slot, mevrouw van der Plas. Ja, dit is een beetje een semantische discussie van ja, ik heb niet gezegd dat ik boeren ga weghalen. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb niet gezegd, mevrouw van der Wal komt bij u aankloppen en die gaat u van uw land afjagen. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar het gevolg van alle maatregelen is wel dat boeren of geen inkomen meer kunnen halen. Zelfs mensen in de biologische sector hebben gewoon al grote moeite om een inkomen te halen. Dus dat vind ik een beetje een flauwe opmerking. En dat een boer zegt van, ja, boeren komen bij mij, hè, bij de minister. En die zegt van, ja, ik heb geen opvolger, dus ik wil me laten uitkopen. Nou, ik kan wel een reden hoor, waarom boeren geen opvolger hebben. En dat is dat die kinderen, die zien hun ouders gewoon, nou ja, bij wijze van spreken 24 uur per dag krom liggen, bijna niet op vakantie kunnen, constant maatregelen, allerlei partijen die ze beschuldigen van gif spuiten, dierenbeulen, dierenkwellers, ze doen het nooit goed. Nou, ik kan me wel voorstellen, als ik zo'n baan had en dat mijn kinderen zeggen van nou, wat jij gaat doen, dat ga ik nooit doen. Ik doe wel wat anders voor een salarisstrook. Dat is waarom boeren stoppen. Dank. Ik wil dat is waarom boeren stoppen. Hoe interessant en belangrijk de discussie ook. Ik wil weer teruggaan naar het onderwerp. Ja? Ik geef even de kans nog aan mevrouw de minister om hier nog even kort op te reageren. En dan gaan we weer naar het landbouwakkoord. Ja, ik heb gereageerd. Ja, dan val ik in de herhaling. Ja.